Koen Verbraak, 58, heeft geen persoonlijke excuses ontvangen van Mart Smeets, 77, voor dienstomstreden uitspraken in de NTR-documentaire buiten beeld eerder deze maand. In de uitzending, gericht op de werkcultuur bij de NPO, reageerde Mart fel op vragen van verbraak over een incident waarbij hij presentatrice Ega Margadi op de redactie van NOS Sport zou hebben vernederd. Hoewel de NTR verklaarde dat Mart zijn excuses had aangeboden aan de makers van de documentaire. Heeft Koen geen direct contact gehad? In de talkshow Humberto deelde Koen mee dat Mart een voicemail had achtergelaten met het verzoek om terug te bellen. Koen heeft hier echter niet op gereageerd en zegt zelf ook geen excuses nodig te hebben. Hij benadrukt dat het belangrijker is dat Mart excuses aanbiedt aan Ega Margadi, de betrokken presentatrice. Koen was verbaasd over Mart's reactie in de documentaire en vond het onverstandig. Desondanks lijkt hij begrip te hebben voor Mart's karakter en zegt: Maar ja, hij is, zoals hij is, natuurlijk, smeets. In de documentaire beweerde Mart onder andere dat hij zich het voorval en de presentatrice niet kon herinneren, en dat hij zich dit ook niet kon voorstellen, omdat hij juist vrij hoffelijk is tegenover vrouwen. Toen Koen bleef doorvragen, dreigde Mart hem een rode kaart te geven als het onderwerp aanhield.